gezelschap aquarium. Ook hier zal niet zo heel veel in moeten gebeuren. Kijk, je ziet ze niet vaak. Maar de corridor dan met de streep en weg. De witte corridor. Hier liggen ze met een hoopje bij elkaar. De gestreepte corridors. 1, 2, 3, 4. Daarvan achter een witte. Dat is de babywit. De kleine. Dat zijn grotere. Die wilt me niet bekijken. De staart. Het lijfje. En de neus van de neusmeerval. Naaldmeerval. Beide benamingen worden gebruikt. Deze is de tweede. En dan heb ik er nog een hele brede, maar die is momenteel ook uit zicht. De diamantzalmpjes. De roodkopzalmen. De regenboogzalm en de diamant gourami. Mooie combinatie van leuke vissen. Er zit er ook nog otocyclus in. Die ik op dit moment ook niet onmiddellijk zie. Er zitten ook helmslakken in op de thermometer of de verwarmer, de heater zit er eentje. Hier ook nog een mooi exemplaar. Er zitten ook een hoop afvalslakken, om het zo maar even te noemen. Ik ben eigenlijk gewoon aan het bakje, ja, aan het afgaan in de hoop dat ik toch een otocyclus erop zou hebben, want er zitten er toch wel verschillende in. Maar jammer genoeg, als je iets wil laten zien, als ik dadelijk de knop afdruk en stop met filmen, dan ben ik zo goed als zeker dat er hier ineens rode garnaaltjes zitten. En nou, daar zit er trouwens eentje. Maar dan zit er ook de Crystal Red, want die zit er ook nog in. En de Japonica, die zit er vaak. Ja. Even kantelen. De Japonica garnaal. En terug kantelen. Je ziet ook een Japonica. En nog een rode. Dus met een beetje geluk. De garnalen is nu al gelukt. Oh, nog een gestippelde. Kijk. Mooi, hè? En toch één otocyclus. En wat is de rest dan? Als je er eentje ziet, zie je er nog normaal. Maar zoals ik zei, als je iets wil laten zien, dan zijn ze er niet. Hetzelfde als de diamant gourami. Hangen heel vaak hier van voor meer tussen de regenbogen. Als je ze wilt tonen, bye. En weer van achter. Maar dat was het gezelschapsbakje. Snoeien zal er nog niet zo heel veel moeten gebeuren, maar ook de raam eens een keertje een beetje oplappen, of hoe noem je het? De aanzuiger. Van de filter even vrijmaken van de schelpjes die erop gaan hangen.
En dan kan die er ook weer een weekje tegen. Hier is het nog een feestje. En binnenkort misschien terug een baby erbij. In elk geval, ik ga het hierbij laten voor de gezelschapsbak of het gezelschapsaquarium.